rondje Pilates, even een minuutje rust en hop, we knallen weer door. En dan gaan we gelijk door met de BBB. We gooien Instagram nog even live, want die hapert een beetje. Dus ik heb niet zo'n supersonische goede telefoon als dat niet. Samsung, iPhone. Ja, het verschil moet er zijn, hè. Yes, als het goed is zijn we op Insta nu ook live. Dus nogmaals, welkom. We gaan lekker gelijk beginnen. Warm worden, half uurtje Pilates. En blijf vooral lekker hangen, aansluitend BBB. Met weerstandswandelen of zonder. Dat zal ik straks even uitleggen. Lessen staan, die nu zijn gegeven, ook al op YouTube. Dus ik heb al van wat leden terug gehad dat ze al wat mee hebben gedaan. Dus helemaal goed. En je mag op je sokken, je mag ook je schoenen aanhouden. Vooral ook als je eventueel doorgaat gelijk dat we de BBB gaan doen, mag je je schoenen aanhouden. En ik heb vandaag een beetje koude voeten, dus vandaar dat ik mijn schoenen aanhoud. We gaan lekker beginnen. Je mag je voeten op de breedte van je heupen zitbot zetten en draai je schouders lekker los. Maak jezelf mooi lang. Kin is een beetje in. Je bent helemaal lang van je kruintje naar je stuit. En draai de andere kant op. Gaan we een vierkantje maken. Je trekt je schouders op. Je brengt ze naar achteren, naar beneden en naar voren. Op, achter, laag en voor. Op, achter. Goede oefeningen voor het thuiswerken, waar we waarschijnlijk veel mee bezig zijn. En die je ook gewoon even lekker met je kinderen kan doen. Want ook die zitten thuis. Daar worden we allemaal heel vrolijk van. En dan is dit ook goed. Ook voor de kids om even lekker een paar keer over de dag te doen. Draai nog een keer weer rond. Af en toe even achter je beeldscherm vandaan. En andere kant. Nou, trek je je schouders op. Inademen en je laat ze echt vallen. Trek omhoog, zet vast en los. Op en los. Nog één keer. Op en los. Kom je iets breder staan en zwaai lekker los. Onderrug wat losmaken. Armen blijven laag. Zwaai om je lichaam heen. Draai je voet mee in dat je knie niet blijft staan. We gaan niet dit doen. Dus echt meedraaien. Bal van je voeten, tenen, draai je mee. Wat groter met je armen, grote zwaai. Ik snap dat je thuis niet wat omslaat. Laatste, eindig in het midden. Blijf breed staan, maak je lengte. En dan rek je helemaal uit, rechts langer dan links. Echt een beetje opzij hangen en dan voel je hier aan de zijkant stretch. Dat je bindweefsel losmaken, helemaal lengte maken. Dus niet te klein blijven, echt stretchen. Opzij. Laat weer los, adem in en weer op. Twee handen uitrekken en los. Op en los. Adem in omhoog en uit is los. Inademen door je neus en blaas uit door je mond. Bij alle oefeningen, blijf doorademen. Laatste keer, blijf omhoog. En nu kom je opzij. Dan ga je kleine stukjes, zijwaarts pulsen. Hou die knieën van het slot af, niet overstrekken. Navel trek je ondertussen een klein beetje naar binnen. 3, 2, 1, op en door. Andere kant. Drie, twee, één, adem in, laat weer los. En dan kom je weer smaller staan. Basishouding. Gaan we gelijk door naar balans. Als je het lastig vindt, ga je eventueel stoel vastpakken of even bij de muur thuis. Lift één been op. Aanspannen, bekkenbodem, navel naar binnen. Knijp een beetje in je billen. En wat helpt, duim, wijsvinger tegen elkaar.
voor je balans. Maak je mooi lang, dus ga niet inzakken. Blijf mooi rechtop. Point en flex. Volgens mij zijn er weer een aantal die lekker meedoen. Ik zag ook dat Sabrina het had gered. Helemaal super. En draai hem rond. Andere kant op. Zet hem neer. Gelijk wisselen. Aanspannen. Lift hem. Point en flex. Schouders ontspannen houden. Armen ontspannen. En draai. Andere kant op. En zet hem terug. Gelijk weer wisselen. Lift hem op. Duw hem uit. Hou hem hier. Tenen naar je toe. Dus je flext je voet. Laat hem zakken. En lift hem op. Lift hem op. 5. 3, 2, 1. Zelfde been buigen naar beneden en op. Dus je maakt een soort pompbeweging. Op. Ene beweging adem je in. Andere beweging uit. Blijf doorademen. En zorg dat je blijft controleren dat je alles houdt aangespannen. Nog 2. Laatste, wissel van kant. Lengte maken. Strek hem uit, tenen naar je toe. Lift en terug. Ook hier, ik voel, oh ja, ik laat mijn buik los. Trek weer aan. Navel naar binnen, bekkenbodem, een beetje in je billen knijpen. Op, op. 4, 3, 2, 1. Terug, zelfde kant. Lift, pompbeweging. Op, op. Vijf, vier, drie, twee. En zet hem neer. Schud je benen even los. Weer wat breder komen staan. Handen gaan op je billen, onder rug. Schouders vouw je naar achteren. En zak dan naar beneden. Stretch een stukje in je benen en verwarm je wervelkolom weer. Vanuit hier oog weer recht omhoog. Adem in. Zak. Blaas uit. Adem hier weer in. En op een uitademing kom je weer op. In. Blijf gestrekt in die benen. En weer op. En laag. En op. Nu puls je naar beneden. 2 keer. 1, 2. Kom omhoog. Zak, zak. En op. Zak, zak. Hou die rug recht. Je kruintje wil naar voren. Je stuitje wil naar achteren. En weer op. 2 keer. Laatste. En nu adem je in en eindig je laag. Blijf staan. Voel die stretch achterkant benen binnen. Knijp aan. En nu weer die navel naar beneden. Nek is lang, dus kijk niet naar voren. Je neus wijst naar beneden. Schouderbladen naar elkaar toe. Plankje van je rug. Hou vol. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Laat je handen los. En rol omhoog. Adem in. Laat je vallen. Rol weer op. Adem in. Lengte. Laat je vallen. Rol omhoog. Op. Mooi met een bolle rug weer terug. Op. Laatste. Eindig hoog. En draai je schouders af. Netjes, mag je achterna je mat komen staan.
beweging die we net deden. Maak lengte. Nu leun je naar achteren. En laat je vallen. Blijf beneden. Zet je handen op je bovenbenen. En maak lengte in je rug. Eigenlijk moet er een dienblad op je rug kunnen staan. Laat je handen zakken. En nou loop je naar voren. En kom je in de plank. Blijf staan. 4, 3, 2 en duw nu op een uitademing je billen omhoog. Blijf weer staan. Dog pose. Lengte in je rug, lengte in je benen. Adem in en loop helemaal terug naar je voeten. Blijf lengte houden en anders ga je wat buigen. Rol weer op. Adem weer in. Leun echt naar achteren. Duw je heupen naar voren. Laat je vallen. Handen op je bovenbenen. Niet op je knieën, echt op je bovenbenen. Tafeltje, lengte in je nek. Laat weer zakken. En loop weer naar voren. Blijf aanspannen. Niet door gaan hangen. Lengte maken, bovenrug uitduwen, niet in je schouderbladen hangen. Adem in en op een uitademing op. Blijf weer hier. En loop weer terug. Nog één keer, rol omhoog, armen weer mee, op. Leun naar achteren. En door naar beneden. Handen op je bovenbenen. Laat zakken. Loop naar voren. Blijf staan. Nou, bij die laatste lopen we niet terug. Adem in. Blijf nu in die dog pose. Zet jezelf zo scherp mogelijk neer. Lift nou twee hakken op. En duw naar beneden. Lift je hakken op. Duw naar beneden. We gaan niet mee naar voren. Zie ik ook veel in de les. Mee naar voren. Nee, je bovenlichaam blijft stil. Alleen vanuit je benen werken. Op. Zet terug. Lift, adem in. Blaas uit. Navel is nog in. Je knijpt wat in je billen. Hou vol. 4, 3, 2. Laatste. En zet je knieën neer. Duw je billen naar achteren. Druk van je polsen af. En dan adem je een paar keer goed diep in en uit. Als het goed is zijn we een beetje opgewarmd. Dog pose. Zorg dat je een beetje ruimte hebt, dat je je been omhoog kan brengen. Dus dat je je matje zo hebt liggen, dat je je been op kan tillen. Je begint op je handen en je knieën. Schouders weg bij je oren. Span weer aan. Billen, bekkenbodem, buik. Krul je tenen in de mat. Adem in, lift je benen en billen omhoog. En bovenlichaam duw je naar achteren. Blijf hier staan. Rechte been op, tik hem terug, op en terug, op, het zijn er totaal 8, 4, 5, 6, 7, laatste, 8, wissel gelijk van kant, blijf die lengte maken, 2, blaas uit, 3, draai niet open met je heup. 4. 5. 6. 7. 8. Blijf stilstaan. Zet hem vast. Maak hem weer zo scherp mogelijk. Knieën neer. En rustig los. Leg je arm even naar achteren.
kan het nog één keer. En nu gaan we pulsen. Span weer aan. Nooit zonder aanspanning beginnen. Dus loop je lijf na. Krul je tenen, adem in. Blaas uit. Rechterbeen. Op. Op. En dan terug. Lift. Lift. En terug. Ook weer 8 keer. 4. Zeven. Laatste. Wissel gelijk. Op. Op. Vier. Vijf. Hou hem vol. Zes. Zeven. Laatste. Blijf staan. Zet je knieën neer en ontspan. Kom omhoog en dan mag je op je zij gaan liggen. Zorg dat je niet te veel dit gaat doen, want dan heb je eigenlijk een knak in je nek. Dus ga liggen of buigen of leg daar even een kussen onder. Wat je fijn vindt, maar zorg dat je een rechte lijn komt. Rechte lijn met je heupen, je mag je onderste been buigen. Maak hem lang. Trek je buik in en probeer een beetje je taille op te trekken. Dat je zware een beetje een gleufje hier krijgt. Dan heb je alles goed aangespannen. Knijp ook weer in je billen. Tenen naar je toe. 2 keer omhoog. Op. Op. 1 beweging terug. Lift. Lift. En je gaat niet naar je tenen kijken. Maar je kijkt recht naar voren. Op. Op. En je mag steunen met je hand. Je mag hem ook in je zij zetten. Moet je wat meer balans houden. Op. Op. Terug. Adem door. 2 keer. Laatste. Nu ga je pulsen. Blijf hier. Op, op, op. Ook weer 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan ga je hem intrekken en wegduwen. In, duw hem weg. In, dus achter. Ietsjes aanspannen tot en met je bil, maar niet hol trekken in je rug. Dus ga niet te ver doorzwaaien dat je helemaal gaat hollen. Blijf recht liggen. 3. 2. Nu blijf je naar achteren en je duwt je voet kleine stukjes weg. Span nog meer je bilspier aan. En blijf aanspannen in je buik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan ga je omdraaien. Gelijk door naar je rug. Dan zet je je voeten ver naar buiten. Dan ga je rustig heen en weer. Ontspan in je bekken, ontspan in je onderrug. Eindig in het midden. Leg je armen een beetje van je af. En laat 2 knieën opzij vallen en leg je hoofd tegen de stelte. Ontspan. Rustig door naar de andere kant. Adem door. Dus blijf aan de mat. En weer terug. Ga je handen een beetje onder je billen. Krijgen we 2 buikspieroefeningen en dan gaan we door naar de andere zij. Span aan. In je buik. Billen. Lift je benen. Tenen naar je toe. En lift je schouders. Vind je dat nou te zwaar? Leg dan je hoofd neer. Maar
weer omhoog te komen. En dan ga je scharen. We gaan eerst van voor naar achter en dan zijwaarts. Duw je navel naar binnen, bekkenbodem. En kijk of je nog een beetje in je billen kan knijpen. 8, 7, lengte in je benen. Dus niet gaan buigen. Lengte, 5, 4, 3, 2, 1. Buig, pak je knieën en los. Zet weer neer. Zelfde beginpositie. Aanspannen. Ik duw nu mijn navel naar beneden. Ik knijp wat in mijn billen, bekkenbodem. Lift weer je benen. Tenen naar je toe. Kijk of je je schouders kan liften. Kin niet helemaal op je borst. Je kijkt een beetje naar je knieën, naar je schenen. Wijd kruis. Hoe lager je dit doet, hoe zwaarder je maakt. Maar trek je hem ook eerder uit je rug. Dus ga niet te laag. Je mag het niet in je rug. Mag het geen pijn doen. Dan ben je te laag met je benen. Hou hem vol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rustig los. Zet je voeten neer. En laat dan één knie naar rechts vallen en één knie naar links. Adem een paar keer goed diep in en uit. Sluit je knieën en dan mag je op je andere zij komen liggen. Rechte lijn. Eventueel buigen of lengte. Maar niet gaan steunen. Aanspannen. In je buik, in je billen. Eventueel onderste beentjes buigen. Dat je wat meer ontspannen ligt. Je mag steunen. En anders hou je hem hier. Lift, lift. Eén beweging terug. Voel of je naar voren bent met je kin. Op, op, terug. Lift, lift, terug. Laatste serie. Op, op. Twee keer. Dan gaan we gelijk door pulsen. Op, op. Blijf hier. Adem in. En puls hem op. Kom op. Nog een stukje hoger. 8, 7. Kleine korte stukjes. 5, 4, 3, 2, 1. Rustig even laten zakken. Klein beetje de spanning eraf. Dan ga je hem buigen. En naar achter. Buigen en achter. In. En uit. Als je voelt dat je heel gaat wiebelen, steun dan met je vingertoppen voor je. In. Span aan. Niet gaan rollen in je rug. Ook niet te laag met je knie. Rechte lijn vanuit je heup. Als het goed is, gaan we zo al wat weer klaarmaken voor de volgende les, voor de BBB. Dus misschien zijn er al wat kijkers die met de volgende les al mee willen doen. Blijf naar achter en duw hem uit. Uit, uit, uit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. Duw jezelf omhoog. En dan mag je komen zitten. Ontspan even in je benen, in je heupen, bekkengebied. Maak je mooi lang. Rustig los. Kin naar beneden. Maak lengte. En los. En lengte. En één hand opzij. Zet hem neer en reik er overheen. Schouder niet helemaal naar je oor, maar laat hem zakken. Open je benen door naar de andere kant.
en weer wissel. Hou je schouder mooi laag. En zoek die stretch op, maak een lengte. Laatste keer. Eindig voor. Ontspan, zak helemaal diep in. En adem een paar keer diep in en uit. Langzaam op, maak nog één keer lengte. En rustig los. Dank jullie wel, dit was de Pilates.